Rain. Wat gaan we doen? Moet ik misschien even iets van welkom zeggen? Dan wordt dit even onze intro. Oké. Okay. Hey, kijk eens thuis. Slecht. Ja, oh. Oké. Okay. Hi, lieve kijkluiskinderen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van... Funky in the Rain. Funky in the Brain. Doen leuke dingen. En ja. We hebben vandaag niet zoveel tijd. Dus we hadden bedacht... We wachten even tot het droog is. Is ook wel lekker. Ja, we gaan lopen in een omgeving waar we graag willen zijn. In de buurt van groen, buiten, natuur en water. Ja. Dus we gaan een stuk klompenpad lopen. We gaan als een stukje. We gaan als een stukje oude grijze duiven gaan we gewoon wandelen en genieten van de natuur. Ja. Want de natuur... Je hoeft niet grijs te zijn om te gaan wandelen. Je mag ook roze zijn of een beetje. Ja. Wat is het? Aardbeien. We gaan lekker klompenpad lopen. Ja. En we gaan nu. We draaien het om. Want we hebben de eerste keer gesupt. Meestal lopen we eerst waar we gaan suppen. Of soms gaan we lopen. Als we ergens lopen, dan gaan we daar soms suppen. En nu draaien we het om. Nu gaan we. We hebben. Ja, ik laat dit even opbouwen. Ik ga even kijken hoe dit. We hebben het nu omgedraaid, want we hebben er al gesupt, maar we hebben er nog niet gelopen. Dus we gaan daar nu lopen, want we hebben er al gesupt. Snap je? Ja. Nee. Dat. Ik snap het niet, maar we gaan het doen. Klompenpad. Ga mee. Kom. Ja. Kom mee. Lekker. Kloppenpaden lopen nog natter dan van suppen. Ik heb met suppen nog nooit super natte voeten gehad als met klompenpaden lopen. We gaan even het bruggetje over. Ja, was je wel van prikkeldraad? Oh ja, dat is goed dat je dat zegt. Weet je wat ook leuk is? Ja, dat. Ja. Trouwens bij Zoutenburg en het is best een leuk klompenpad. Ik heb het stiekem namelijk al een keertje gelopen, maar dat weten we hier niet. Zijn je iets? Nee. Oh. Klompenpaden zijn niet voor oude mensen hoor. Moet je kijken. Hoe moet je hier, stel je voor, je bent 80 jaar. Dan moet je dit zo. Hier hebben we dus ook gesupt een keertje. Ook een hele mooie route. Welke beek is dit, Funky? Dit is de ontmoetingsplek waar Barneveldse Beek en Esvelderbeek bij elkander komen. Ja. En die gaan dan die kant op richting Rijkanaal, uiteindelijk. Is. Ja. Serieus. Kijk, de golven.
Ja, het was lekker drassig. Misschien hadden we kapelaarzen aan moeten doen, maar het was wel erg leuk. Ja, het is leuk dat we gewoon in één keer bedenken, we gaan even een stukje lopen. Maar als je schone voeten wil houden, dan was het niet het handigste moment. Maar dat maakt ons op zich niet uit. Nee. Dus, het was leuk, het was even lekker. Ik moet je toch eerlijk bekennen dat ik het liever sub wil doen. Ja, ik ook. Na het waait, ik was een malle, dat hoor je waarschijnlijk wel. En het was gewoon zeiknat, dus ja, niet het beste moment denk ik, maar leuk. Maar het was wel weer leuk, een mooie plek is het. Ja, zeker. Barneveldse Beek. Moet je even vertellen dat de mensen moeten liken en subscriben? Je moet niet. Nou? Lik en subscribe. Oké, lik hem maar dan. I like it. Tot de volgende. Dag. Ja.